Ik begin met een wit papier en er zit iets in mijn hoofd. En zoals je ziet begin ik dus eerst met de richtingen van het lichaam. Ik begin altijd van binnen naar buiten. En dan hou je op waarvan je denkt van, oh, als ik nu nog verder ga, wordt ze te dik. Als Piet Paris ben ik telvast geworden doordat ik een zwarte profiel mezelf eigen heb gemaakt. Modetekenen is bij voorbaat al dat je iemand idealiseert. Dit is wat ik ook tegenwoordig weer doe. Tekeningetjes maken als ik bij de catwalk zit. Het is een kwestie van doen en experimenteren en ook niet bang zijn. Ik vind bijvoorbeeld dat dit been fantastisch gelukt is. Als ik nou dat been eruit snij, blijk je opeens een waanzinnige mal te hebben. Toen ik voor het eerst in Amsterdam kwam wonen, je kreeg me niet uit het Rijksmuseum geslagen. En bijvoorbeeld de pasteltekeningen van Lyotard, vrouw op de bank, nou... Dit is ook heel leuk om te doen met je neefjes en nichtjes, want het is meteen enorm toveren. En dan heb je dus die vorm. Als je dan die gespoten vlakken combineert met je lijntekening, dan krijg je een mooie wisselwerking tussen lijn en vlakken. Ik krijg gewoon ook al een beetje kippenvel over zo'n ruimte tussen dit bovenbeen en die knieholte. Want ja, ik bedoel, dat mode tussen ons gezegd, lekker belangrijk. Maar hier gaat het me dan om.